Als ik nou zou vragen, noem nou eens één ding wat hem een fantastische vader maakt. Wat zouden ze dan zeggen, denk je? Ja, dat ga ik niet zeggen. Moeten ze zelf zeggen. Nee, ik vind dat je het gerust kunt zeggen. Nee. Ik ken jou niet als jij dingen niet zegt. Je verwacht van andere mensen in jouw interview. Zo. Nee, moment. Nee. Jij vraagt ook andere mensen altijd alles en dan wil je een antwoord. Ik wil gewoon antwoord van je hebben. Ik kan niet namens mijn kinderen spreken. Tuurlijk wel. Nee, dat kan ik niet. Je weet heus wel wat ze gaan zeggen. Ja, dat zijn volwassenen. Ja, maar goed, nu kun je het gewoon zeggen. Ze horen het toch niet. Wat vinden ze geweldig aan jou? Nou, wat mijn kinderen wel op prijs hebben gesteld, is dat ik ze altijd heb gezegd hoe wil ik van ze houden en hoe blij ik ben dat ze er zijn. Gewoon met het. Is dat nou zo moeilijk om te zeggen? Ja, maar. It's a living thing. Kunnen we over mijn schoonmoeder gelukkig niet meer zeggen. En ILO, Electric Light Orchestra. En jij ook. Het fijn dat je er bent. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Ja, natuurlijk Dank. Is het leuk. Ja, ik heb nog even een tip voor jou. Vergeet je niet je muizenvreugde te wassen. Oh ja. Wat ga ik... Oh, ben ik wel vergeten. Ga ik snel nog even doen. Dacht, wat ruik ik. Wat gaan we doen? We gaan het opleuken. Zin in? Ja! Nieuwe weekend. 25 juli 2020. Begint met Keur in de Middag. Daar zijn we weer, vrienden, met een kakeltje, de verse show 316. De week is weer voorbij. Ja hoor. Je bent echt vrij. Zo is het. Jouw radio show met een lach. Keur in de Middag. En namens Kai Merks zeg ik. Goedemiddag, vriend. Goedemiddag. Wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja, ik heb je gehoord de afgelopen week in de ochtend. Dat was zo. Nou, dan onze grote baas daar, Dave Minnebo, heeft besloten jou daarin te zetten. Of de hoogtepunten van jou. Vandaar dat we dat gekozen hebben voor jouw presentatie. Of gewoon live. Dat was toch beter uiteindelijk. Ja, toch 4 uur was hoogtepunten. Was goed fragmenten vinden uit het verleden. Nee, ik heb het gehoord. Ik vind het wel heel erg dat je het heel leuk fris doet. Dankjewel. Complimenten daarvoor. En je gaat mee presenteren. Mag ik even voor de zekerheid al een tekst erbij pakken? Ja, natuurlijk. Van tekst. Van tekst? Nee, toch hoop ik. Nee, dat kan echt niet. En nou, tot 3 uur. Misschien kun je daarna nog even blijven plakken. Ik voel nattigheid. Oh, serieus? Je bent hier al eens een keer te gast geweest. Ja. En toen heb jij een liedje gecomponeerd. Heb je mij toen gestuurd. Dat wil ik wel even laten horen aan de mensen. Ik hield niet van de liefde. Nee, dat zei je toen. Totdat ik jou zag. En ik hield zomaar ineens van jou. Nou, Kai. Ja, dat weet ik nog. Dat was uit het hart, hoor. Was dat uit het hart, was dat. Ja, het vraagbaakje. Morgen is het praat in de lift dag. De geur in de lift is voor een small person anders natuurlijk dan voor volwassenen. Maar I really don't like it. I really don't like it. Lekker hoor, Caro. Nu Caro NCV tegenwoordig, maar dit is Caro Emerald. Wake up, Romeo. Wat willen mensen weten? Kijk mee via de beelden, mensen. Kai Merks, je merkt er weinig van, maar hij bespeelt bijzonder veel instrumenten. En ik heb begrepen dat je aardig aan de piano bent. Nee, ja, ik ga even een stukje kijk spelen. Kijk mee via de beelden, mensen. 3, 2, 1. Zo, dat is wat, zeg. Ja, nou, ik ben onder de indruk, hoor. Goedemiddag, vrienden. Luister mee naar de show. Ze reisden onder de naam The Bucket Boys voor YouTube de halve wereld af, maar paste die naam voor één zomer aan naar Frits. Ja, ben jij, Kai Merks, een snelheidsduivel op de weg? Ja, best wel, ja. Ja? Ja. Dus regelmatig boetes en zo? Het is weer een tijdje geleden. Nou, vorige week. Oh. Vorige week nog. Ja? Maar het zijn van die kleine boetes, weet je. Want ik rij graag op cruise control. Ja. Dat is natuurlijk, zeker over de A2, dat is eigenlijk een must. Ik wist niet dat er een cruise control in een DAF-variometric zat. Ik weet wat je verdient. Ja, je moet me zo even aanduwen, hoor. Ja. Nou, nee. Wie staat dat toch steeds? Hé, Eddie, Sjors Vrolijk hier. Hey, ik zit even op het nieuws te wachten. Het nieuws? Ja. Er komt geen nieuws, Sjors. Komt niet. Komt niet. Oké. Dan ga ik even een zendertje verder zoeken. All the time that we spend.